Shalom, lieve broeders en zusters. Laten we vandaag zingen een heel bekend lied. Ik geloof dat heel veel gelovigen dit lied ook kennen. Zing mee, bid mee. Laten we de Heere samen loven en samen prijzen. Want Hij komt het waarlijk toe. Halleluja. Voor mij is de wantron nang ayuye ma. God zegent, lieve broeders en zusters. Ik groet u allemaal in de wonderbare naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. God is goed, Hij is zeer te prijzen. Ook vandaag wil ik u bemoedigen met een korte inspiratie uit de Bijbel. Laten we samen lezen uit Psalmen 112, vers 1 tot en met 3. Daar staat er iets bijzonders geschreven en ik wil het met u delen. We gaan samen kijken wat God ons hieruit wil leren. Halleluja, zegt Psalmen 112, vers 1 tot en met 3. Welzalig de man die de Heere vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. Zijn nakroost, zijn nakomelingen dus, zal machtig zijn op aarde. Het geslacht der oprechten zal gezegend worden. Overvloed en rijkdom zijn in zijn huis. Zijn gerechtigheid houdt voor immer stand. Geweldig wanneer wij hier dit kunnen lezen, broeders en zusters. Ontzag hebben voor de Heer en met blijdschap zijn geboden gehoorzamen, zal ervoor zorgen dat zegen en overvloed uw deel zullen zijn. Dat is wat de Heer hier uit de psalmen belooft, in de psalmen belooft. Tevens valt iets bijzonders op. Dat Gods zegen zich verder uitstrekt tot de generatie na u. Dit moet ons meer dan ooit aanmoedigen, broeders en zusters, om duurzaam te investeren in het goede. Duurzaam te investeren, waarom? Omdat dit schatten zijn waar moet nog roest kunnen komen. Dat kunnen we lezen in Matthäus 6, vers 19. Vandaag de dag hebben we te kampen met fluctuaties van de koers. We hebben te maken met de pandemie. Kortom, er is heel veel onzekerheid in de wereld. Lieve broeders en zusters, weet dat Gods goedheid en trouw nooit en nimmer verandert. Want Hij is gisteren, Hij is heden, hetzelfde tot in alle eeuwigheid. Terecht zegt David dat zijn gerechtigheid voor immer stand houdt, omdat zij die investeren in het goede, het zelfs beter zullen doen. Kwade mensen, daarentegen, worden alleen maar
kwaader. Broeders en zusters, de vraag is, waar is uw schat? Ik roep u op, ik moedig u aan en ik hoop dat dit u ook mag inspireren, dat u schatten zult verzamelen in de hemelen waar roet nog most aan kunnen komen. Ik groet u, ik hoop dat deze bemoediging u mag aansterken en natuurlijk wil ik een gebed uitspreken, zodat ook u de juiste keuzes maakt. Neem een eerbiedige houding. Vader, dank u wel dat ik vandaag mag bidden, Heere, voor uw volk die op dit moment luistert en ook meekijkt en ook meebidt, Vader. Wees met uw volk. Ja, Heere, dat zij elke dag weer de juiste keuzes maken, zodat zij gaan verzamelen, zodat zij goud en zilver zullen verzamelen in de hemelen. Ja, Heere, ze zullen hun schatten verzamelen, niet op deze aarde waar dieven bij kunnen komen, maar ze zullen hun schatten verzamelen in de hemel, Heere. Tot eer en glorie van uw grote naam. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Ik groet u in de wonderbare naam van ons Heer en Heiland, Jezus Christus. Shalom. We sang again, and we sang again, and I sang.
Dit lied u tot zegen mag zijn. Shalom. Dank u wel voor het willen kijken naar dit programma. Wij hopen dat dit u tot zegen mag zijn en dat u anderen ook hiermee kan zegenen. Laat zo uw licht schijnen, want Jezus komt spoedig. Tot ziens en God zegen.